Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Wij zijn, mama en ik, ja. Net aangekomen bij de Brabant Hallen. Want vandaag is de eerste dag van Indoor Brabant. En ja, daar gaan we dus naartoe. Vandaag staat helemaal in het teken van de dressuur. Dus daar zijn wij wel op onze plek. We hebben er heel erg veel zin in. De auto staat geparkeerd, dus we gaan naar binnen toe. Wij hebben straks kaartjes daar zo op het midden. Ik heb helemaal het middelste plekje uitgekozen. Super mooi overzicht. Ik ga nu nog even steentjes bekijken. Het is ongeveer nog een half uurtje en dan gaat de eerste combinatie van start. Dus we hebben er heel erg veel zin in. Boven zoals nu, je klikt beide zijden, je zet het over elkaar heen en zo zorg je ervoor dat het haarnetjes verdeeld is. Nou, de losse plietjes kun je wegwerken om eventueel een haarnetje, deze dingetjes ook. En zo hebben we een knot. Ideaal. Ik heb deze dus en die zit echt super stevig. Ik kan helemaal schudden en heen en weer. Dus die ga ik gebruiken voor de volgende wedstrijd. Ik ben er heel erg blij mee. FVR Dressage World Cup Grand Prix, presented by RST Dressage. Thank you.
Anne, leg even uit, hoe oud ben je? En in de loop van de carrière, welke momenten waren voor jou eigenlijk het meest aansprekend? Ik ben 25 jaar oud en ik ben inderdaad bij de ponyschool begonnen zoals iedereen. En vanaf dat ik 12 jaar ben, eigenlijk meteen internationaal mee in teams meegereden. Bijna ieder jaar eigenlijk wel in het EK-team mee kunnen rijden. Wat natuurlijk wel heel speciaal is. Maar uiteindelijk, het was wel vaak dat ik als vierde man wel eens meeging of net wel nog mee mocht. Is dan uiteindelijk mijn laatste jaar bij de Young Riders, dat ik twee keer Europees kampioen word, is dan wel echt het speciaalste van mijn jeugd, vind ik. In die tijd heb ik natuurlijk ook bij u gewerkt, dus ik heb gewoon heel veel ervaring ook opgedaan. Ik heb altijd heel graag in de paarden verder gewild. En ik ben daarna ook met Avanti doorstroom naar de U25 heb ik toen ook gemaakt. En ja, dat ging op het begin, was dat natuurlijk niet zo vlekkeloos. Maar al snel kregen we door hoe het wel moest. En ja, ook daar heb ik in veel medailles gehaald. En eigenlijk boven verwachting gepresteerd. En ja, dat ik nu hier mag rijden, had ik nooit verwacht. Maar heb ik wel altijd van gevoeld. Voor mij was dit de beste proef die ik gezien heb met Avanti tussen de senioren en ook vergeleken met wat ze in het verleden heeft gedaan. Dus vertel heel eventjes hoe je deze proef hebt beleefd. Ja, ik was ook eigenlijk wel heel erg tevreden. We zijn wat dingen aan het veranderen in de training en voor mij is het natuurlijk ook dat ik wel iets vaker de kampioenproef door aan het rijden ben. En mijn gevoel van vandaag, ik heb het zelf niet teruggezien. Is eigenlijk echt wel heel erg goed en ik denk dat we zeker op de goede weg zijn en ik heb gewoon een Avanti een super wedstrijd gehad, want hij zorgt ook gewoon weer dat we hier dit kunnen laten zien, want het is toch heel wat om zo'n ring binnen te rijden met zoveel publiek, dus ik ben er eigenlijk wel echt heel blij mee. Dat kan ik me voorstellen, want percentage, is dat een individuele PR, hebben we het allemaal over in schaatsen, maar voor jou ook een PR? Internationaal denk ik wel, maar ik durf niet om dat zeker te zeggen. Maar je houdt de statistieken niet bij. Namens RST Dressage en Robin van die Hof, naast winnares Isabel Wertz. Het is pauze en ik sta nu even hier bij de hal. Hier achter mij is een van de losrijbanen. Het zijn er echt super veel. Ik zeg, we zijn ook echt al een paar keer verdwaald met zoveel losrijbakken. Hier zijn wat steentjes en als ik hier loop,
Hier zijn nog allemaal steentjes en we hebben nu bijna alle hallen gehad, denk ik. We zijn nu nog bij de laatste steentjes aan het kijken en ik heb al zoveel mooie spullen gezien. Zo meteen als laatste komt nog Isabel Wetsch, die gaat een clinic geven. Hiervoor hebben we heel de Dressage World Cup gezien, de Grand Prix. Was echt superleuk, hele mooie combinaties, ja. En ik denk, zoals van tevoren al wel verwacht, heeft Isabel Wetsch gewonnen. En ja, dus de prijsuitreiking geweest. En wat ik zei, we doen nu nog even snel een rondje tussen de stands. En misschien nog wat leuke spulletjes kopen. En dan daarna gaan we nog even kijken naar de clinic. Ik sta hier in de stand van Dreamers en Schemers. En ik heb hier zojuist net sokken gekocht. En ik vind ze echt zo leuk. Het zijn deze. En het zijn allemaal paardenpontjes. En ik vond ze echt te leuk om te laten hangen. Dus die heb ik meegenomen. En ik zal even een paar beelden laten zien. Want er hangen nog zoveel leuke andere. Die moet ik echt even laten zien. First, a little bit forward, also a clear rhythm and uphill canter, but always what I find impressive in this horse and what we are looking for is that the hind legs and the hocks, especially in the canter, are always jumping under the point of gravitation. So then it's easy. It's easy for the horse to collect, because the hind legs are already under and the hocks are not pointing backwards out, but under. So I really can bring very her back. Well balanced already. With her, it's really, she's really able to start already to swing into the piaf. It's not because she's scared and the whip and everything is pushing her. No, she's really, sometimes she's a bit sensitive on my leg. Yeah, but. She's confident with it, not always with the spur, but she's not stressed, just from her natural movement. Yeah, very good. With these steps you can already imagine a little bit how she can be when she's stronger and what we will see maybe in 2 years time, 2-3 years time. Yeah, super. Very good. Wereld- en Europees kampioen van dit moment, Isabel Wetsch. Dat was 7 jaar geleden. Direct voor de toekomst. Oké, ik ben weer thuis. Ondertussen is het een dag later. Gisteren was Indoor Brabant. En ja, het was echt super leuk. Alleen we waren nog best wel laat thuis gisteren. En ik moest vanmorgen gewoon weer heel vroeg op school zijn. Dus ik ben gelijk mijn bed ingegaan. En daarom doe ik nu nog even een stukje voor jullie filmen. Het was super gezellig. Heel veel mooie combinaties gezien. Ik hoop dat jullie de video ook een beetje leuk vinden. Het is vooral veel paard en niet zoveel mij. Want ik moet zeggen dat ik het toch nog wel een beetje ongemakkelijk vond om dan daar zo op Indoor Brabant met zoveel mensen om je heen de camera te pakken. Ik heb het op stukjes toch gedaan, maar op de tribune bijvoorbeeld moet ik eerlijk zeggen dat ik het dan toch nog wel een beetje ongemakkelijk vond. Maar ik denk dat jullie het ook gewoon leuk vinden om veel paard te zien en daar gaat het natuurlijk om bij zo'n dag. Dus doe zeker even dat blauwe duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!